ben Thomas van Heste, correspondent Europa tussen macht en verbeelding. Over Brussel bestaan heel veel oordelen en vooroordelen. In het afgelopen jaar heb ik geprobeerd als correspondent afstand te doen van al die oordelen en vooroordelen en door middel van een kijkje in de keuken echt uit te zoeken hoe het er echt aan toe gaat in Brussel. En dat heeft enkele verhalen opgeleverd waar ik best trots op durf te zijn. Verhalen over hoe de lobby in Brussel, de lobby van het bedrijfsleven, invloed probeert uit te oefenen op hoe wetten tot stand komen. Zo schreef ik een verhaal over de nieuwe zadenwet die in Brussel in de maak is. Dat klinkt misschien heel technisch, maar is ook enorm belangrijk. Een zaadje is het begin van alles in de natuur. Als het bedrijfsleven daar een grote invloed op krijgt over hoe dat allemaal geregeld is, dan zou dat naar mijn gevoel niet zo heel mooi zijn. Nou, ik heb proberen uit te zoeken hoe grote bedrijven als Monsanto de Europese Commissie proberen te beïnvloeden om die wet op een bepaalde manier op te stellen. En daarin ook een heel eind kwamen tot het Europarlement gelukkig besloot dat dit te ver ging. In de komende tijd hoop ik te kunnen uitzoeken of en hoe het de EU zal lukken een antwoord te vinden op die grote geopolitieke uitdagingen zoals de enorme crisis in Oekraïne. En dan wil ik uitzoeken hoe zo'n EU-buitenlandbeleid nou eigenlijk tot stand komt. Welke rol spelen Brusselse ambtenaren daarbij? Welke rol Haagse ambtenaren? Hoe werkt dat krachtenspel tussen de Europese Commissie en de lidstaten en komen ze er samen uit om een zinvol en krachtig Europees buitenlandbeleid te formuleren? Dat is volgens mij voor de toekomst van jou en van mij en van het Europese project van wezenlijk belang. Een tweede ambitie die ik heb is meelopen met een fractie in het Europarlement. Het lijkt me heel fascinerend om te kijken hoe zo'n fractie, die bestaat uit partijen uit 28 lidstaten, al dan niet erin slaagt om een eenheid te vormen en nationale belangen te overstijgen. Een derde ambitie is het interviewen van grote denkers die verlichtende ideeën hebben over hoe het verder moet met de Europese Unie in deze duistere tijden.